Twee verontruste ouders, Jumi Overeem en Angelique Mulder. Ze hebben ingesproken bij de Almeloze gemeenteraad omdat er geen regeling is voor mensen in de bijstand om vergoeding te krijgen voor de aanschaf van verplichte schoolspullen voor 16 en 17-jarigen. Dit gaat eigenlijk over de schoolvergoederingen voor jongeren, voor eigenlijk voor alle jongeren en dan voornamelijk ook voor de kinderen tussen de 17 en de 18 jaar die hun diploma op zak hebben en vervolgens naar een mbo-opleiding mogen gaan, maar niet in aanmerking komen voor studiefinanciering of een andere vergoeding. En daardoor moet je heel veel kosten gaan maken die niet te betalen zijn. En dan ga je naar de gemeente en dan zegt de gemeente, sluit maar een lening af. Maar dat is eigenlijk niet te doen, want een lening is niet te dragen. Ja, ik was aangegrepen en ook wel geschokt over wat ik hoorde. Want zover ik begreep waren het mensen die ook uiteindelijk op bijstandsniveau leven. En het kan niet zo zijn dat je uiteindelijk niet mee mag komen, niet mee kan komen als je toevallig 17 bent en je begint aan je vervolgopleiding. Er zitten natuurlijk veel haken en ogen aan. Het Rijk heeft bepaalde zaken afgeschaft waardoor het bij de gemeente op het bordje komt. Maar ook scholen hebben hier een verantwoordelijkheid in. Er moet van alles gekocht worden en gedaan worden en de gemeente doet daar weinig in. En dan heb je de kinderen die naar het middelbaar onderwijs gaan waarvan verwacht wordt dat daar een laptop voor aangeschaft wordt. Een laptoptas. Het is allemaal verplicht bij school, maar het is niet te betalen. Kinderen die van de lagere school die niet met schoolreisje mee mogen, die niet met kerstdiner kunnen meedoen, omdat ouders de schoolkosten niet kunnen betalen. En ik dacht altijd dat onderwijs is de toekomst. Ja, niet zo gek lang geleden hebben we wat clusters behandeld bij het armoedepact bijvoorbeeld. En een van de clusters die eruit kwam was het frictiefonds. En daar is geld ter beschikking gesteld. Die draait nog niet, zeg ik er gelijk bij. Die in het najaar zal die actief zijn. Maar daaruit zullen ook zaken bekostigd kunnen worden waarbij dingen volgens de beleidsregeltjes van de gemeente niet mogen. Dus er zijn wel oplossingen. Maar ik was vooral geschokt over dat mensen mij werd gezegd van sluit maar een leningje af bij de Stadsbank. Kinderen en ouders die op het minimum zitten of net iets boven het minimum zitten, is het al niet meer te betalen. Want die kosten zijn zo hoog. Dat is niet te doen. En het is niet alleen de bijstand, maar ook de mensen die net iets boven de bijstand zitten, die boven alle, tussen alles invallen en helemaal niks hebben, die hebben het net zo zwaar en die worden ook net zo hard getroffen door alles.